CDN heeft namelijk een onderzoek gesteund van Radically Open Security. Mondvol, dat is een non-for-profit internet consultancy. Klinkt een beetje als een tegenstelling, hè? Internet consultants die zijn vooral voor het groot geld. Nee, zij zijn non-for-profit, want de dingen die zij doen, die storten ze terug in een NL-netfonds om open software te maken, dingen die gewoon goed zijn voor de samenleving. En ze hebben de afgelopen maanden hebben ze onderzoek gedaan naar allerlei websites. Een passieve vulnerability scan noemen we dat. En we gaan erover praten met de eigenaar van Radically Open Security. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Melanie Riebeck. Nou, Melanie, tof dat je er bent. Het is wel grappig, want ik wil voor zo'n programma al een beetje overleggen met elkaar. Nou, op een gegeven moment zat ze in Istanbul, moesten we bellen, was best wel lastig, want ze was een cursus aan het geven. En daarvoor zat ze ook in Shanghai, in China. Dus toen probeerden we een Skype op te zetten. Nou ja, en hoe dat dan gaat met hackers. Allerlei beveiligde kanalen geprobeerd. Nou, werkt allemaal niet. En uiteindelijk hebben we elkaar maar gewoon gebeld. Maar toch tof dat je er bent. Hey, Radically Open Security. Nou, ik vertelde al, non-for-profit security consultancy. Jullie doen allerlei interessante dingen. Je hebt bijvoorbeeld ook de NetEight Kit ontwikkeld. Dat is een soort kastje, dat zet je ertussen. En dan ga je, nou, geheim via het internet, kan je niet gecensureerd worden. Het is handig voor journalisten. Hij heeft nog een prijs gewonnen. De ISOC Award. Dit onderzoek, dat heet een Passive Vulnerability Scan. Jullie hebben eigenlijk gekeken naar wat er kwetsbaar is op websites, zonder het te hacken. Vertel. Dat klopt. Dus goeie avond. SCDN was naar ons toe gekomen met de opdracht van scan de Nederlandse internet, vind interessante dingen. Ja. Natuurlijk, ik had een beetje van, ja, natuurlijk, ik kan niet zomaar andermans servers scannen. Dus ik denk dat ik een slimmere manier kan vinden. Hm. Nou, er heet iets, die heet Passive Vulnerability Scanning. Mm-hmm. Dus wat dat betekent, is jij vindt informatie uit openbare bronnen. Dus kan iedereen kijken. Ja. Dus iedereen kan zomaar kijken. En als aanvaller, dan kan jij eigenlijk een heleboel over een internetwebsite vinden, zonder dat jij één enkele pakket naar de website hoeft te sturen. Ja. Wat ik zelf van begreep, is dat er zijn dus clubs, hè, bijvoorbeeld Zmap of Shodan, is ook een zoekmachine. Mm-hmm. En die gaan continu het internet scannen van, draaien er nog oudere versies van software ergens? En als er een oude versie draait, betekent dat dat niet gepatcht is. En dan weet ook iedereen waar die kwetsbaar is. Dus zonder het te hacken, kun je een overzicht geven over ja, waar je kwetsbaar voor bent. Maar waarom doen mensen dat? Continu op zoek naar kwetsbaarheden. Die Zmap mensen, Shodan, waar komt dat vandaan? Wie zit erachter? Nou, Zmap specifiek, dat is een initiatief van de Universiteit van Michigan. Mm-hmm. Ook ja, samen een klein beetje met die Rapid7 mensen. En ja, de hele punt van een soort internet-wide scan is dan kom je achter interessante statistiek over wat kwetsbaar is. Mm. Bijvoorbeeld wat heel vaak uit dat soort onderzoek komt, is informatie over kwetsbare routers die bijvoorbeeld heel moeilijk zijn voor mensen om te updaten. Natuurlijk, routertjes waren niet echt de focus van ons onderzoek nu. Het ging meer om Nederlandse websites, dus daar hebben wij de focus op gelegd. Maar wat wij wilden weten is ten eerste, hoe kunnen wij op een brede schaal scannen? Mm-hmm. Want natuurlijk, dat is op zich een logistieke uitdaging. Ja, hoeveel websites hebben we in Nederland, om even een inschatting te geven? Nou ja, ik heb wel op een andere dia wel de nummer staan, maar volgens mij was het wel, ja, 43 miljoen unieke IP-adressen. Dus, dat is behoorlijk wat, ja. Ja. En dat is dus eigenlijk allemaal al gescand. Dat zit in die hele grote database van de hele wereld. Ja. En daarbinnen hebben jullie gekeken welke IP-adressen vallen eronder Nederland. Dat klopt. En toen kwamen jullie bij ongeveer 500.000 websites uit. Mm-hmm. En daar hebben jullie gekeken van wat is er nou kwetsbaar. Daar heb je een soort van statistieken van. Ja, dat klopt. Dus natuurlijk de uitdaging met een hele grote dataset is je moet daar iets representatief eruit halen. Dus wat wij eigenlijk hebben gedaan is we zijn gewoon begonnen met de lijst van Nederlandse IP-adressen. En dat lijst hebben wij gekregen van die Neursoft website. Daarna hebben wij gekeken van oké, we hebben wel de IP-adressen, maar welke zeggen iets?
Ja, natuurlijk als op een gegeven moment als wij een query sturen, of in ieder geval als Zmap of Showdown of de andere tools een query sturen en als het niks terugzegt, dan ja, dan natuurlijk dan kunnen wij er niks mee doen. Oh, je stuurt iets naartoe, maar je moet wel een antwoord krijgen. Ja, dat is waar. Websites krijg je niet eens een antwoord. Ja, wel ook niet alle IP-adressen zijn websites. Oh, okay. Dus in ieder geval, wij wilden ook constateren van in ieder geval welke websites kunnen wij vinden. Ja. Dus dat is alles wat een beetje leek op of een website of een andere service die wij kunnen herkennen, zoals een FTP-server. Ja, een heleboel verschillende dingen. Dus eigenlijk alles wat een antwoord teruggeeft, die we eigenlijk herkennen als, dit is een webserver, of dit is een FTP-server, of SSH-server, of wat dan ook. Dan dat hebben wij meegenomen in onze studie. En in dat antwoord kun je dus uit afleiden van, het is versie zoveel zoveel. Ja. En dan kun je online zoeken van, nou, als je versie zoveel zoveel van dat hebt, dan kun je, nou, hacken, wat voor technieken zijn we allemaal kwetsbaar voor? Je kunt... Ja, want uiteindelijk hoe een hacker te werk gaat, is jij probeert ten eerste achter te komen van wat draait op een bepaalde IP-adres. Mm-hmm. Als je dat eenmaal weet, dan kan jij vanuit die versie van de software herleiden, ja, wat zijn eigenlijk de bekende kwetsbaarheden. Ja. En dan vanuit de bekende kwetsbaarheden, dan natuurlijk daarna moet je echt actief bezig om... Om je constatering te bevestigen. Ja. Maar onze vraag was, als wij beginnen met de hele Nederlandse internet, en natuurlijk dan ben je wel een hele brede net aan het gooien, dan wat voor laaghangende fruit kunnen wij vinden in Nederland waar een hacker al mee kunnen beginnen? Ja. Heb je daar wat statistieken van, wat tabelletjes voor op je computer? Ja, dat klopt. Hij staat nu op het scherm, dus laat mij even wat zien. Klopt. Dus... Dus in ieder geval... Het is een hele presentatie. Flippen we even heen. We gaan direct naar de resultaten. Dat is lekker snel. Oké, is goed. Ik wist niet helemaal wat jullie wilden hebben. Dus, goed, dus trends voor .nl. Dus in ieder geval meer dan 50% van de gescande Nederlandse IP-adressen had serieuze kwetsbaarheden. Dus alweer, dit is gewoon vanuit onze representatieve sample. Trouwens, dit heb ik nog niet uitgelegd. Ja, je had 550.000 websites en dan random trek dus je daar een sample uit. Een representatieve steekproef. Daar ben je gaan kijken wat ik kan. Dus, ik heb een mooie formule. Ja, snap je hem? Ja, precies. Dus dat is natuurlijk binnen de bepaalde tijd. Het was eigenlijk niet in onze opzicht belangrijk om echt naar ze allemaal te kijken. Maar het was gewoon meer van, wij wilden gewoon een soort representatieve, willekeurige sample vinden. Van oké, als wij gaan inzoomen op deze specifieke IP-adressen. Want natuurlijk, dat is dan wel... binnen een bepaalde tijd wel te halen. Want we zijn hier niet bezig met big data. Dat is een heel ander onderwerp. Maar in ieder geval, de vraag was dan binnen een redelijke tijd, wat kunnen wij vinden over de representatieve sample? Dus we hebben gewoon een formule gepakt uit Estimation Detection Theory. Formule, ja, zie je wel. In ieder geval hebben wij bepaald dat echt om een representatieve sample te krijgen, dan hebben wij 1380 hosts nodig uit die volledige aantal van 550.000. Ja. Dus, maar de versmalling was een beetje nodig, gewoon echt om een soort diepere inzoom te doen om echt de statistieken te krijgen. Dus, oké, dus van het hele internet naar Nederland en daar een representatieve sample uit. Ja, precies. En dan ga je dus kijken naar CVE's. Nou, dat moet u onthouden vanavond, u zult een hoop afkortingen krijgen, maar CVE, dat staat voor Common Vulnerabilities en Exposures. Oftewel, kwetsbaarheden die we inmiddels kennen, en dat wordt dan ook gewoon openbaar gemaakt. Hè. Draait u dit, draait u dat, nou, dan kan dat kwetsbaar zijn, dus dan moet u... fixen en exposures. Je kunt dus iets zien aan een systeem waardoor het kwetsbaar is. En die CVE's kun je gewoon opzoeken. En dus als je dan kijkt van nou, die website heeft nummer dat, dan weet je waar die kwetsbaar voor is en dan kun je hacken. Leuk, hè? Dat hebben we niet gedaan trouwens. Hè? Nee. Dat is een passieve scan. Dus je kijkt wat er is zonder te hacken. Ja. Goed. Wat zijn de resultaten? Goed, dus in ieder geval wat wij hebben gevonden is alweer meer dan 50% van de IP-adressen zijn kwetsbaar voor serieuze kwetsbaarheden. Je ziet gewoon hier een breakdown per protocol. Dus, en dit is gewoon een percentage van die volledige random sample. Dus je ziet eigenlijk dat iets minder dan 50% van de HTTP IP-adressen hebben vulnerabilities. Je ziet ook FTP heeft ook een beetje. MySQL, dat is gewoon meer dan 50%.
SMTP, je ziet ook dat iets minder dan de 50% van de SMTP-servers verouderd zijn. En dan met SSH, ik zal het even voor u vertalen. HTTP, dat betekent dus, dat is de taal waarin de website wordt gemaakt. Daar kun je mee klooien. FTP, dat is hoe de website communiceert met de server, hè, File Transfer Protocol. Als je daarin kan, dan kun je allerlei leuke documenten onderscheppen. Ja. Maar SQL, dat is de database die erachter zit. Hè, dat draait op allerlei dingen. Dus als je een tekstvakje hebt en je vult daar geen naam of wachtwoord in, maar een leuke code, dan gaat die ook open. Dat is ook leuk. En SMTP, nou, dus ook mail en SSH, dat zijn bepaalde sleutels om versleuteld met elkaar te communiceren. En als dat niet werkt, dan kun je lekker ertussen gaan zitten en afluisteren. Heb ik het zo goed samengevat? Ja. Ah, mooi. Probeer het af en toe te vertalen, hoor. Dat, goed. Oké. Maar in ieder geval, van die services die kwetsbaar zijn, we hebben ook bepaald dat 64% van die vulnerabilities zijn wegens out-of-date kwetsbare software. Dus er ligt in andere woorden een heleboel meuk die gewoon nooit geüpdate is. Dus, ja. We hebben natuurlijk ook wat dieper ingezoomd. Ik hoef natuurlijk niet heel lang... Oh, dat is hele kleine. Maar dit is de top 10 dus. Ja, maar in ieder geval, we hebben ook een top 10 gemaakt. Allebei met die tools scans.io en ook met Shodan. Trouwens, wij hebben ook een tool gemaakt die wij vanavond gaan lanceren in de open source. Waar eigenlijk dat allemaal vandaan komt. Ja. Maar in ieder geval, maar Shodan en scans.io zijn een onderdeel van die databronnen die onze tool gebruikt. Ja, hier ziet u dus de beruchte CVE's, hè, de Common Vulnerabilities and Exposures. Ja. En er staat dus een nummertje bij, dus 2013, toen is het ontdekt. Ja. En een nummertje erachter, 4359. Ja. Nou, als je daarop doorklikt, dan zie je van als je dat doet, nou, kun je dat. Nou, de tabel lijkt wel een beetje eng, maar ik kan het wel heel makkelijk uitleggen. Die CVSS-score is eigenlijk de belangrijke nummer waar je eigenlijk op moet letten. Alles wat boven een CVSS-score van 5 heeft, is bovengemiddeld kwetsbaar. Oké? Okay? Want dit is eigenlijk een soort ratingsschaal van 1 tot 10. En 10 is gewoon helemaal kwetsbaar en 1 helemaal niet. Ja, dus in 10 dan kun je er alles mee doen. Ja, dus eigenlijk als wij kijken naar alle bijvoorbeeld FTP-servers die draaien, dit is gewoon echt hup de top 10 in de Nederlandse IP-space. En je ziet dat echt bijna alles, behalve 1, gewoon of 4 of 5 of ruim boven zit. En je ziet gewoon dat deze verouderde versies staan ook gekoppeld aan CVE's. En alweer de CVE's zijn een beetje indexen van omschrijvingen van de vulnerabilities. En dat is ook natuurlijk de eerste informatie die een hacker gebruikt als hij daarna een bepaalde service wilt exploiten. Want soms heb je ook bepaalde bekende exploit scripts of kan je ook zelf iets maken om daarna in die service te breken. Dus dus je ziet gewoon, het ziet er gewoon niet goed uit. Want als je kijkt naar de CVSS-score, voor FTP is het behoorlijk hoog. Voor HTTP, een beetje 1/3 is wel oké. Maar de andere 2/3 zijn echt ruim boven de CVSS-score van 5. We hebben trouwens ook een vergelijking gemaakt van de data van scans.io met de data van Shodan. En dat heeft precies dezelfde verhaal vertelt. Dus dat is gewoon een bevestiging dat de data waarschijnlijk wel goed is. Dus je ziet ook weer de top 10, ook de score zit ook zo ongeveer op dezelfde lijnen. Ook nog met de top 10 van Shodan, ook van HTTP, precies dezelfde verhaal. Dus een heleboel services zitten gewoon op het Nederlandse internet die behoorlijk kwetsbaar zijn. Voor de rest, Shodan heeft ook nog gekeken naar andere vaak gebruikte services. Dus bijvoorbeeld, het heeft gekeken naar MySQL, ook naar SMTP, dat is gewoon een e-mail protocol. En ook nog naar SSH. En je ziet ook voor elke service dezelfde verhaal. Dus bijvoorbeeld voor MySQL, gewoon 2/3 van de top 10 versies van MySQL die draaien op het Nederlandse internet zijn behoorlijk kwetsbaar. Ook nog voor SMTP, je ziet het gewoon weer. Alles eigenlijk behalve 2 is gewoon bovengemiddeld kwetsbaar
van de SMTP-servers die draaien in Nederlandse IP-space. Hey Mel, we willen natuurlijk ook wel zelf weten hoe we ervoor staan. Want als je zo'n score hebt en al die kwetsbaarheden. Je kunt het trouwens allemaal nog op een gemakje teruglezen. Het rapport is vandaag gelanceerd door SIDN. Je kunt het allemaal nog even nalezen. Klopt. Maar je kunt het dus ook omkeren. Hè? Dus je hebt die hele bak met data over heel de wereld. Daar hebben we Nederland uit geselecteerd. Dat hebben we op een slimme manier geordend. Dit is de statistische steekproef, maar je kunt het dus ook andersom doen. Je typt een URL-naam in en dan komt het tevoorschijn waar je kwetsbaar voor bent. Ja. Dus, leuk, dus wij hebben ook een tool ontworpen. En wij wilden natuurlijk ook wel weten hoe het met TikTok zit. dus we gaan ook nu even een snelle scan op jouw eigen IP-adres lanceren. Hou wel rekening, we zijn nu aan het doorzoeken met databases. Dus het duurt gewoon wel even om die informatie op te zoeken. In de tussentijd kan ik natuurlijk wel doorgaan met de presentatie en gewoon een beetje nog meer kwetsbaarheden laten zien op het Nederlands internet. Dit is live. Ja, maar dat is nu live. Verbinding met dus, die database en dan ga je dus zoeken op mijn IP-adres. Ja, precies. Dus, dus we gaan nu allemaal laten zien wat verkeerd is nu met jouw IP-adres. Dus helemaal goed. Maar goed, maar in de tussentijd, we gaan even terug naar onze findings. Dit is ook nog een goeie. Het is een hele slechte, maar goed. maar dit is wel interessant in ieder geval. Passive SSL, dus dit is ook een dienst van Cirque.lu. Dus eigenlijk die CCERT in Luxemburg. En die hebben eigenlijk een database gemaakt van passief geluisterde SSL-verkeer. Dus die maken eigenlijk een soort verzameling van SSL-certificaten. En uit die certificaten kunnen wij informatie vinden over bijvoorbeeld bepaalde cijfers of ook die checksums, gewoon die hashes, om te zien of zij op lijsten van bekende slechte SSL-certificaten zien. Dus wat wij hebben gevonden in onze kleine sample set, dat 6 van de 1300 in ieder geval SSL services die draaiden, hadden gewoon malware command and control certificaten. Nou, SSL, Secure Socket Layer, dat is dus als u HTTPS ziet. Hè, dus als u bijvoorbeeld gaat telebankieren of u komt bij iets belangrijks waar je gegevens moet invullen, dan komt dus ineens zo'n S'je met zo'n slotje. Nou, dat betekent dat de certificaten uitgewisseld worden. Alleen ja, die worden natuurlijk ook weer gehackt. Dus daar moet je wel een nieuwe versie van hebben. Dus. Ja. Dus ook nog, wij hebben een paar andere interessante dingen gevonden. 11 van de 1380 hosts waren kwetsbaar voor Heartbleed. Dus Heartbleed is ook een redelijk bekende vulnerability inmiddels, die eigenlijk ook over... Heb je dat gezien in het nieuws, Heartbleed? Ja. En in ieder geval, het gaat ook over OpenSSL en het feit dat je gewoon data kan halen uit de geheugen. Waar het eigenlijk helemaal niet bedoeld is. En op die manier kun je ook gewoon private keys en in ieder geval dingen eruit halen die een aanvaller niet zou moeten hebben. Dus dat is wel erg. Ook nog, we hebben gekeken naar HTTP headers. En ook als jij vaak een pentest gaat doen voor een klant, dan een van de dingen waar je altijd naar kijkt zijn de headers. En dat vermoeilijkt bepaalde soorten aanvallen, zoals clickjacking en ook cross-site request forgery en dat soort zaken. Dus pentest is dus, je gaat laten zien dat je erin kunt. Hey, heb je TikTok.nl al gescand? Nee, dat niet. Nee? Oh, sorry, je bedoelt met er al wat uitkomt, daar ben ik natuurlijk vooral benieuwd naar. Het is nu een hele lijst. Ja, het is nu inmiddels klaar. Wat staat hier, Mel? Oké, dus wat staat hier ten eerste is dat, trouwens, die spin in het web, ik neem aan dat dat jouw hosting is. Ja, dat is mijn provider. Is. Ja. Dus, ja. Dus je ziet wel dat de SMTP, de sendmail, is vermoedelijk een oude versie en heeft een geallieerde CVE, dus een vulnerability. Je ziet ook nog dat die headers... Klik maar gauw weg, anders gaan ze straks het proberen ook. Waar ik het net over had, dat een paar van die headers die eigenlijk best practices zijn ook missen. Dus X-frame options, content security policy en... X-content type options. Dus dat zijn allemaal dingen eigenlijk die jouw hosting providers zou moeten herstellen. Ja, dus, en voor de rest, het was gewoon aan het kijken naar een paar andere servers. Heeft verder niks gevonden, maar, goed, het heeft net vier dingen uit jouw IP gehaald. Oké, nou, het wordt gefixt. Ik heb gelukkig een kleine provider en die
hoort mij heel vaak, ik heb weer wat gevonden en dan moet er weer gefixt worden. Maar ja, dingen zijn gewoon verouderd of instellingen veranderen. En iedereen is kwetsbaar, u ook. En dat is eigenlijk de moraal van dit verhaal. Ja. Mel, super bedankt dat je dit hebt laten zien. Ja. Zoals gezegd, het rapport staat vandaag online. Ook met wat duidelijke conclusies. Ja. En u kunt in de kleine zaal, straks bij jouw collega John Sitzer, kunt u zelf ook even uittesten. Typ bijvoorbeeld in belastingdienst.nl, ja. Nationaal Cybersecurity Centrum, Defensie. Kunt het allemaal even uitproberen om te kijken of u erin kunt. Ja, het is misschien ook belangrijk om te zeggen dat die tool die ik net heb gedemonstreerd op techtalk.nl, die tool is nu echt openbaar en open source beschikbaar. Dus als jullie zelf de tool uit willen proberen, ga maar naar GitHub van Radically Open Security. Die tool staat daar. Allemaal van die databronnen waar ik het net over had. Het zit gewoon aangesloten, dus jullie kunnen zelf thuis ook je eigen IP-adressen scannen. Als jullie dat zelf niet willen doen, kan ik dat ook zo meteen voor je doen in de speeddatezaal. Dus dankjewel. Ja. Nou, dankjewel. Melanie Riebeck.